President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren uit Guyana teruggekeerd na een tweedaags bezoek. Het doel van dit bezoek was de bijwoning van de inauguratie van de nieuw gekozen president van Guyana, Irfan Ali. Op de luchthaven Zorg en Hoop is het staatshoofd met militair eer ontvangen. Ook enkele leden van de Raad van Ministers en DNA waren er om de president welkom te heten. President Santokhi bracht allereerst dank uit aan Friese president Ronnie Brunswijk, die hem tijdens de twee dagen waardig heeft vervangen. VP Brunswijk deelde mee dat hij de president volgaarne heeft vertegenwoordigd op de twee nationale activiteiten, namelijk de viering van de Dag der Inheemsen en de herdenking van de Javaanse immigratie. Santokhi gaf daarna aan dat naast het bijwonen van de inauguratie, zowel hij als de nieuwe Guyanese president haast hadden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. Op verschillende gebieden, bestaande gebieden, maar ook nieuwe gebieden van samenwerking. En we hebben afgesproken dat we de samenwerking gaan tillen naar het hoogste niveau, namelijk op het niveau van de twee presidenten. En dat er een forum komt, een platform van high level dialogue en communication, zodat wij als twee presidenten de samenwerking zelf gaan monitoren. Santokhi gaf verder aan dat het programma van samenwerking heel breed zal zijn. Zo heeft hij samen met zijn collega Irfan Ali ook gesprekken gehad met de Guyanese bedrijfsleven en de entrepreneurs. De enige boodschap die zij hadden was een van de samenwerking met de Surinaamse bedrijfsleven en het willen investeren in Suriname. En dat zal de eerste boodschap zijn vandaag van mij aan het Surinaams bedrijf, aan de Kamer van Koophandel, dat we zo snel mogelijk moeten komen tot een forum van Joint Chamber of Commerce Corporation of een forum van Business Corporation. En al deze zaken moeten de komende dagen allemaal body gaan krijgen. Vervolgens heb ik ook een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap in Guyana, met ambassadeurs en high commissioners. En ook van deze groep is ondersteuning toegezegd namens de regering om het land te ondersteunen, om deze regering te ondersteunen, maar ook mogelijkheden te creëren om ons bij te staan op het gebied van aanpak van het COVID-virus. Santokhi gaf verder aan dat het programma van samenwerking heel breed zal zijn. Zo heeft hij samen met zijn collega Irfan Ali ook gesprekken gehad met het Guyanese bedrijfsleven en entrepreneurs. De enige boodschap die zij hadden was een samenwerking met het Surinaamse bedrijfsleven en het willen investeren in Suriname. Naar zeggen van de president heeft het Guyanese bedrijfsleven heel concrete projecten en samenwerkingsmogelijkheden gedaan. Het ligt volgens hem dus aan het Surinaamse bedrijfsleven om dit op te pakken. Daarnaast hebben de twee presidenten een conceptdocument gefinaliseerd waarin onder andere is aangegeven wat de bereidwilligheid is van beide leiders om samen de problemen van de landen aan te pakken.